belangrijke tools krijgen om snel medische hulp te kunnen bieden aan personen in opvanginstellingen. Dit is een van de doelen van de vierdaagse training First Responder, die door het bureau opvanginstellingen BOI van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt georganiseerd. Rebecca Brown, hoofd van het bureau opvanginstellingen, zegt dat deze training wordt georganiseerd om in te kunnen spelen op de strengere maatregelen van de wet opvanginstellingen. Brown benadrukt verder dat deze training ook in het belang is van de cliënten die in de opvanginstellingen wonen of dagelijks verblijven. Ongelukken gebeuren dagelijks. Je weet maar nooit. Het kan een kleine zijn, het kan een grote zijn. Het is belangrijk om de mensen te beschermen die je opvangt. En voor de bescherming van de mensen en de veiligheid van de mensen is het nodig dat er tenminste één persoon kan optreden als er een ongelukje gebeurt. Het kan een splinter zijn dat in een vingertje gaat van een kindje. Laat ons nemen de peuterscholen, de crèches. Er gaat een splinter in een vinger van een kindje en niemand weet hoe te handelen daarmee. Dus in zulke situaties moet er tenminste één persoon in een instelling zijn om op te treden, om te kunnen handelen. Het voelt heel goed aan, want dat geeft aan dat wij dichter bij de kwaliteitsstandaarden komen waaraan de instellingen moeten voldoen conform de kwaliteitsstandaarden voor de wetopvang. John Gambier, trainer en vertegenwoordiger van het Nationaal Leger, hoopt dat andere instellingen het voorbeeld van deze groep cursisten zal opvolgen. Omdat het van belang is dat wanneer u met mensen omgaat, kinderen en het kan ook dus welke organisatie dan je ook bent, maar je komt zeker in contact met een groep mensen, dat je toch wel nog wat basisskills moet hebben om de mensen waar er een ongeluk zou gebeuren of waarbij een ongeluk gebeurt, op een zeer professionele manier te kunnen optreden. Zodat men ziet dat je dus wat kennis hebt om je medemens te kunnen helpen. U hoort wederom Rebecca Brown, die het belangrijk vindt dat leidinggevenden van opvanginstellingen tenminste één of twee medewerkers laten trainen op de aanpak van calamiteiten. Het mooie van deze training is dat het een mixgroep is van alle categorieën, namelijk er zijn vier categorieën opvang. We hebben de ECD-groep, dat bestaat uit de crèches en de peuterscholen. We hebben de seniorengroep, dat zijn de bejaardentehuizen. We hebben verder de residentiële groep, dat zijn de internaten en kindertehuizen die we kennen. En de groep voor mensen met een beperking. En van elke groep is er een iemand, tenminste één persoon vertegenwoordigt. Rebecca Brown, hoofd van het bureau opvanginstellingen, en daarvoor John Gambier, trainer en vertegenwoordiger van het Nationaal Leger. Zij spraken vanmorgen tijdens de derde dag van de vierdaagse training First Responder. De training wordt gehouden in het SAIS-gebouw en wordt morgen afgesloten met een certificaatuitreiking.